Koolmonoxide jaagt Hagenaars hun huis uit. Megatrein repareert klotsende koffieroute. En het hoogste terras van Nederland komt in Den Haag. Dit is het TVS Nieuws van vrijdag 21 oktober. Dag dames en heren, in de Schilderswijk in Den Haag zijn enkele huizen ontruimd nadat er koolmonoxide was vrijgekomen. Dat gebeurde gisteravond aan de Zusterstraat. Op de eerste en tweede etage was er iets mis met de gijzers. Twee bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. 10 anderen werden nagekeken door personeel van ambulances. De gedupeerden werden tijdelijk ondergebracht in een winkel op de begane grond. Het wordt ook wel de klotsende koffieroute genoemd. Ik heb het over het stuk spoor bij Bodegraven. En de trein hobbelt daar zo dat je je koffie niet normaal kunt opdrinken. Nou, ProRail pakt dit stuk spoor nu aan. En vannacht zijn de werkzaamheden begonnen en ze gebruiken, dat is een primeur voor Nederland, een werktrein van meer dan een kilometer lang. Onze verslaggever Anna Westerdaal is in Bodegraven. Anna, hoe komt het dat dat stuk spoor daar zo hobbelig is? Ja, dat komt doordat de grond hier enorm verzakt is. Maar dat is niet het enige. Er zijn ook allerlei ondergrondse veedoorgangen. En die dingen zitten echt om de paar honderd meter. Ja, dan gaat nu even een andere trein wat keien naast mij lossen. Enorm lawaai. Maar goed, die koeientunnels die werden vroeger gebruikt om de koeien van het ene weiland naar het andere weiland te brengen. Maar tegenwoordig worden ze een stuk minder gebruikt. Ze zijn niet meer nodig. En als je in de trein zit, dan voel je dus eerst een hard stuk beton, dan een verzakking, dan weer beton. Dus het is eigenlijk niet zo'n heel erg fijn gevoel. Hoogste tijd dat ze daar dus wat aan gingen doen. Dat doet deze trein. En hoe dat precies werkt, dat legt Huub Veneman uit. Hij werkt eigenlijk heel simpel. Hij rijdt dus heel erg langzaam. Het voorste gedeelte en het middelste gedeelte die graven 1 meter onder het spoor af. Ook de achterzijde zie je dat. En hij tilt het spoor in zijn geheel op. Of eigenlijk beetje bij beetje. En vult dan de grond aan de onderkant op. En daarna wordt het spoor weer netjes neergelegd. Inclusief de stenen, die dan ook schoongespoten zijn. Ja, de werkzaamheden die duren nog met deze trein nog 9 dagen. En 9 dagen rijden er dus geen treinen op het traject tussen Alphen aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Maar er worden wel bussen ingezet. En tot zover Anna Westerdaal bij de klotsende koffieroute. Bodegraven dus, het spoor van de NS. Straks in deze uitzending chillen op de 42e etage van het strijkijzer in Den Haag. Dat kan vanaf november. De politie is hard op zoek naar een scooterrijder in verband met een brand in een modewinkel in Oud-Rijswijk bijna een maand geleden. De eigenaar van de zaak aan de Herenstraat kwam toen om het leven. Het vuur blijkt te zijn aangestoken. De scooterrijder die gezocht wordt is waarschijnlijk een week voor de brandstichting gezien in de buurt van de Herenstraat. Zowel de scooter als de helm van de bestuurder waren zwart. En de dierenbescherming is razend, want het dammert had gisteren in Leiderdorp niet afgeschoten mogen worden. Volgens de dierenbescherming was het wel mogelijk om het hert te verdoven en daarna te vangen. Van sprake van gevaar voor de omgeving, zoals de faunabeheerder gisteren nog zei, zou geen sprake zijn geweest. Het Kortland aquaduct over de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel is zo lek als een mandje. Rijkswaterstaat heeft hals over kop 2 tijdelijke kleidammen gemaakt om ergere lekkages te voorkomen. En als gevolg daarvan mag er niet gevaren worden door de ringvaart. Aanvankelijk zou het Kortland aquaduct in januari een onderhoudsbeurt krijgen. Ja, al sinds de oplevering van de Haagse wolkenkrabber het strijkijzer wordt erover gesproken. Er komt een restaurant op de bovenste verdieping. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo ondervond horecaondernemer Elwin Giel. Maar eind november gaat het hoogste restaurant van Nederland eindelijk open. Het naar New Yorks voorbeeld vormgegeven strijkijzer is inmiddels al een vertrouwde verschijning in Den Haag. Maar het restaurant wilde er maar niet van komen. Tot Elwin Giel ermee aan de slag ging. Zijn plannen nemen meteen maar liefst 7 etages van de wolkenkrabber in beslag. Op de begane grond een koffiecorner. Op de eerste, tweede en derde verdieping een bedrijf dat heet Seats to Meet. Dat is een verzamelcentrum eigenlijk voor zelfstandigen en vergaderen. Dan op de 40ste verdieping 6 luxe sky suites die je kunt afhuren om te vergaderen. Maar ook voor een bruiloft bijvoorbeeld. 41ste een buitencafé, het Veranda Café, een rokersbalkon, een ontvangsthal, de keuken. En uiteindelijk op 42
40 het restaurant, de penthouse en de nachtclub. En daar komt dus ook het hoogste terras van het land. Het kostte 4 jaar om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Dus er is ontzettend veel gedaan aan veiligheid. En dat is nu allemaal tip-top in orde. En dat moet ook op deze hoogte als je iets wil doen, zoals een restaurant. Eind november zouden alle ruimte open moeten zijn. Na 4 jaar is DJ Armin van Buuren uit Leiden zijn eerste plaats kwijt als beste DJ ter wereld. Hij werd vannacht tweede tijdens het Amsterdam Dance Event. Van Buuren is nog wel de populairste zogeheten trance DJ. En dat geeft voldoening, zegt de Leidenaar. Voor mij is de appel dus zowel zuur als zoet. En de Fransman David Guetta mag zich nu de beste DJ ter wereld noemen. De sport dan. Ja, morgen worden de laatste 9 minuten van de voetbalwedstrijd Rijnsburgse Boys tegen Spakenburg overgespeeld. En de reden voor dat overspelen is het niet geven van een rode kaart na 2 keer een gele kaart aan Spakenburg-speler Danny van der Meijrakker. Rijnsburgse Boys begint met een 1-0 achterstand. En ondanks dat heeft Rijnsburg toch vertrouwen in een goede afloop. Verloren heb je toch al, dus waar het niet is, dat is alles op de aanval spelen. En daar zijn ze nu op het trainen, dus ik geef ze best wel een kans. Ja, ik denk volop op de aanval en een punt denk ik dat we pakken. En 9 minuten hebben we ervoor. Zijn we op ons bek gegaan, ook in de laatste 3 minuten. Dus waarom nou niet in die 9 minuten dat we dat kunnen winnen? Hoe ga je dat doen zaterdag? Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit, maar we gaan natuurlijk wel risico's nemen. En we krijgen een herkansing en we gaan proberen toch om die goal te maken. Maar we gaan winnen. Ja, de wedstrijd van Rijnsburgse Boys is zoals altijd live te volgen via Radio West Sport. Maar ook vanaf 2:30 op onze website met livebeelden westonline.nl. 11 Hagenaars met grote financiële problemen zouden het slachtoffer zijn geworden van oplichting. Een gemeenteambtenaar lichtte de mensen op met behulp van het Haagse bedrijf Schuldenvrij Dienstverlening. De slachtoffers zijn hierdoor nog dieper in de schulden gekomen. En bij een van de slachtoffers, die alleen anoniem in beeld wil, liepen de schulden zo hoog op dat ze uit haar huis werd gezet. 2 dames runden in dit pand op de Amsterdamse Veerkade het bedrijf Schuldenvrij Dienstverlening. Een derde handlanger is bij de schuldhulpverlening van de gemeente geïnfiltreerd. Zij vertelde de slachtoffers dat het bedrijf Schuldenvrij Dienstverlening de schulden zou overnemen. Ja goed, het komt vanuit de gemeente, dus daar heb je niet gauw je twijfels over. Dus eigenlijk geen reden om daar argwaan van te krijgen. Gewoon een goed opgezet bedrijf die weet waar ze voor staan en die je gewoon graag wil helpen. Toen ze uiteindelijk nattigheid voelden, was het al te laat. Terwijl de rekeningen zich opstapelen en de incassobureaus in de rij stonden, schreven de oplichters op Facebook dat ze lekker op vakantie waren in Marokko. Ondertussen raakte het slachtoffer verder in de misère. Er zijn nieuwe schulden gekomen door Schuldenvrij. De schulden die we hadden, die zijn hoger geworden. Dus dat huis kwijt, alles kwijt. Er staan heel veel dingen nog op het spel, zoals de school van mijn dochtertje. En noem het maar op, want al die rekeningen zijn gewoon niet betaald. En ja, wie niet betaalt, die gaat eruit. Ze staat dus met de rug tegen de muur. De gemeente heeft laten weten dat ze haar best doet om de slachtoffers zoveel mogelijk te helpen. De politie doet een onderzoek naar de zaak. En met het weekeinde in aantocht vragen wij ons allen af. Weerman Huub Mizee, blijft het droog? Ja, sterker nog, we krijgen zelfs veel zon dit weekend. Maar goed, ook vandaag blijft het al droog. Dan zijn er af en toe nog wel wat wolkenvelden. Voor de rest vandaag ook al perioden met zon. En een matige, later aan de kust vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. De maximumtemperatuur vanmiddag wordt ongeveer 11 graden. Blikken we nog vooruit op ons programma Het is wat. Vandaag aandacht voor Warmond. Want daar hebben de inwoners van kinderboerderij Het Kloosterhof de Snuffel Award gewonnen. En dat is de prijs voor de meest konijnvriendelijke kinderboerderij. Mooi konijnengeluk daar in Warmond. En waarom dit nou de meest gelukkige konijnen van Nederland zijn? U ziet het vanaf 4:15 in een nieuwe aflevering van Het is wat. Tot zover het TV West Nieuws van vrijdag 21 oktober. Straks kunt u hier nog kijken naar ons nieuwe programma Geen Idee, waarin Fred Zuiderwijk op pad gaat met de verborgen camera.
Meer nieuws vindt u op onze website westonline.nl en op 89.3 Radio West. Vanmiddag om 5 uur is er weer een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Graag tot dan en een mooie dag.